Studenten praten over kindermisbruik. Meisjes zijn ook stoer in ICT. En Solange in de Bubblebox. Goedenavond en welkom erbij. Medische studenten hebben een gedurfd werkstuk gemaakt. Een werkstuk over seksueel misbruik van kinderen. Wereldwijd is seksueel misbruik een gevoelig onderwerp. Deze studenten wilden weten hoeveel seksueel misbruik er onder kinderen voorkomt. Dus onderzochten ze dit in Suriname. Seksueel misbruik van kinderen is strafbaar. Maar om hoeveel kinderen gaat het? Om meer te weten te komen over de slachtoffers gingen de studenten naar een dokter die informatie heeft van de meeste slachtoffers in Suriname. Ja, het is erg om te zien, want op die kaart staat echt dat wat dat kind aan dokter Amgilauwen vertelt. En dat schrijft hij gewoon letterlijk op. En dan lees je echt die erge dingen en hoe het is gebeurd en alles is best erg om te zien. Opvallend is dat de politie meer meldingen heeft van seksueel geweld bij Creoolse kinderen. Wel, uit ons onderzoek lijkt het alsof bij de Creolen kindermisbruik het meest voorkomt. Op de tweede plaats bij het gemengde ras en op de derde plaats bij de Hindustanen. Bij Hindustaanse kinderen zijn er minder meldingen. Volgens de studenten is het mogelijk dat Hindustaanse kinderen minder over verkrachting en aanranding durven te praten, omdat de daders vaak familieleden zijn. Het kan een vader zijn, een stiefvader, een broer, iemand die hoofd van het gezin is, iemand waarvoor ze bang zijn. Waardoor ze waarschijnlijk niet durven om te zeggen dat er misbruik plaatsvindt. De studenten hebben vandaag hun werkstuk gepresenteerd op de medische faculteit. Kinderpsycholoog Lilian Ferrier was aanwezig en zij heeft een boodschap voor alle kinderen. Alle kinderen wil ik zeggen, seksueel misbruik komt heel veel voor. En ik begrijp dat kinderen zich ervoor schamen, maar het is nooit jouw schuld. Het is de volwassene die dat met jou doet. En het is ook strafbaar. Seksueel misbruik is strafbaar. Dus als jij slachtoffer bent of je kent een slachtoffer en je wil niet dat dit gebeurt met jou, help elkaar om het te vertellen. Zoek iemand in je familie, in je buurt, op school of iemand anders of bel naar de kinder- en jeugdtelefoon en vertel dat dit met jou gebeurt en dat je wil dat het stopt. Seksueel misbruik van kinderen moet stoppen. Met deze resultaten willen de studenten iedereen wijzen op de ernst van seksueel misbruik in ons land. Het was gisteren de internationale dag voor meisjes in de ICT. Dat betekent in één woord alles wat te maken heeft met communiceren door middel van de technologie. Hebben jullie eens nagedacht over een carrière in de ICT? In de ICT-wereld zag je vroeger vooral mannen, maar dat is aan het veranderen. Steeds meer vrouwen en meisjes tonen interesse hiervoor. Om meisjes bekender te maken met ICT, waren er vandaag leerlingen van LTS 2 op bezoek bij Spamakandra, een ICT-mediabedrijf. En ook bij het jeugdjournaal kwamen de meisjes even een kijkje nemen. Ik heb voor de ICT gekozen, is omdat ik het belangrijk vind en leerrijk. Dus niet alleen voor mij, maar ook voor andere kinderen, bijvoorbeeld jongeren. Ik heb voor de ICT gekozen omdat ik meer wilde weten over internet, communication en technologie. Zou jongeren graag willen helpen om meer te weten over het internet, hoe ze om moeten gaan met de computer en zo. En ze hebben dus gezien dat als je communiceert via internet, dat het gaat om het maken van een mooie tekst. Het gaat om plaatjes, hoe maak je die plaatjes? En ook natuurlijk, hoe kan je dat allemaal in een filmpje weergeven? Dus ze hebben dat bij Spamakandra, haar partner De Backlot en het Jeugdjournaal kunnen ervaren. Zelf een beetje kunnen meedoen. En we hopen hiermee dat we hun daarmee hebben geïnspireerd. Hun eigenlijk hebben warm gemaakt voor wat hun toekomst allemaal kan gaan zijn straks. Dit is maar het begin. Het duurt nog even voordat de meisjes zo ver zijn, maar ze weten al waarvoor ze kiezen in de toekomst. Ik vind ICT perfect. Niet alleen voor de jongens, maar ook voor de meisjes. Geweldig! Go ICT, go!
Meisjes in Suriname krijgen allemaal binnenkort verplicht een vaccinatie erbij. Deze prik moet u gaan beschermen tegen baarmoederhalskanker. Een afdeling van het BOG, het NIP, start met het vaccineren van meisjes tussen 9 en 13 jaar. Zij krijgen het HPV-prikje. Deze vaccinatie is speciaal voor jonge meisjes voordat zij seksueel actief worden, want dan lopen zij het risico baarmoederhalskanker op te lopen. Het is een vaccin dat bestemd is om te voorkomen dat de meisjes op latere leeftijd baarmoederhalskanker krijgen. En baarmoederhalskanker, de baarmoederhals, dat is, de baarmoeder is eigenlijk een deel van de vrouw waar de baby in groeit. Als de vrouw zwanger wordt, dan gaat de baby in de baarmoeder zitten en het gedeelte waar de baby dan eruit komt van de baarmoeder heet de baarmoederhals. Het is een vaccin, er zijn 3 prikjes voor nodig, dus je moet 3 doseringen moet je krijgen hiervan. En je gaat ze allemaal op school krijgen. Dus als de meisjes op school zijn, dan gaan ze dat via de school krijgen, alle 3 prikjes. Je krijgt de eerste, gaan we in het nieuwe schooljaar mee beginnen, dus we starten ergens oktober, november ermee. En dan de tweede gaat 2 maanden daarna, dat is in januari. En dan 4 maanden na de tweede gaan we dan de derde geven. Het is heel goed dat we een vaccinatie kunnen krijgen. En ik vind het heel goed dat ze zoiets gaan doen, zodat we het later niet kunnen krijgen. Ik vind dat er een spotje tegen baarmoederhalskanker is. Omdat je, wanneer je later groot hebt geworden, dat je geen baarmoederhalskanker kan krijgen. Het is goed omdat baarmoederhalskanker een gevaarlijke ziekte is. En veel mensen gaan dood aan die ziekte. Dus daarom probeert men nu met medicijnen te komen zodat we die ziekte kunnen voorkomen. De voorbereidingen van deze vaccinatie zijn in volle gang, want het is de bedoeling dat alle meisjes in Suriname een prikje krijgen, dus ook in de verre districten. Het is goed als je over alle soorten onderwerpen kan praten, toch? Niet alleen over leuke en gezellige dingen, maar ook over serieuze zaken, zoals seksueel misbruik. Vandaag in de Babbelbox, Solange hierover. Ik ben Solange en ik wil jullie wat vertellen. Er worden heel veel kinderen misbruikt wereldwijd. Ze worden aangeraakt waar ze niet aangeraakt mogen worden. En dat vind ik helemaal niet goed. Als jij misbruikt wordt, vertel het aan iemand die je kan vertrouwen en die je kunt helpen. Of vertel het aan de politie. Praat erover, praat erover, praat erover en wees niet bang. Dan heb je ook haar mening gehoord. Fijn weekend en tot maandag.